welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het Talentenlab. Oké, vandaag zitten we al aan onze derde uitdaging, doorzetting. Voordat we hier verder gaan op inzoomen, misschien eerst nog voor de eerste twee uitdagingen en toekomst voor Fixed Mind Growth Mindset. Ik heb nogal wel wat vragen gekregen rond Fixed Mindset, Growth Mindset. Voor alle duidelijkheid, je kan de twee zijn. Je kan in één context, bijvoorbeeld naar kinderen toe, kan je zoon of dochter kan super enthousiast zijn en doorzetten en uitdagingen aangaan en risico pakken. Als het gaat over de hobby, de sport, de voetbal, turnen. En kan dan aan de andere kant bij de uitdagingen van de school en studeren heel fixed mindset zijn in de dingen die wel of niet kunnen. Dus je hebt een mix van de twee. Sommige dingen geloof je echt dat je de wereld kan veranderen, terwijl en jezelf in die wereld kan veranderen, terwijl je voor andere uitdagingen eerder het andere uiterste gaat hebben, waardoor je eigenlijk toch meer fixed mindset kijk hebt tegen dingen. Bijvoorbeeld, een veel voorkomend voorbeeld is, mensen denken dat ze muzikaal zijn of niet. Ja, muziek is ook een reeks technieken, dus met een goede opleiding voor jou zal je zeker een basis van muzikale kennis kunnen vergaren. Je gaat natuurlijk geen Mozart of geen Beethoven worden, maar je gaat in ieder geval meer kunnen dan je kon voordat je die les gevolgd had. Dus, voordat we naar de derde gaan, gisteren was er natuurlijk onze comfortzone. Hopelijk heb je ergens iets gekozen waar je een beetje buiten de comfortzone bent gegaan. Hopelijk ook al met wat succesjes. Indien er dan geen succesjes waren, heb je dan doorgezet? Of heb je dan alsnog vandaag de handdoek in de ring gesmeten? Geen probleem. Vandaar komen we vlekloos op het derde deel. Ook hier weer Fixed Mindset, Growth Mindset. Hoe staat iemand met een fixed mindset tegenover doorzetten? Dus wat is eigenlijk het signaal, wat zegt jouw stemmetje in jouw hoofd jou over doorzetten als je een fixed mindset kijk hebt op dingen? Zoals je ziet in de tekening, ik geef meteen op als het moeilijk wordt. Hoe komt het dat als je een fixed mindset kijk hebt op een bepaald onderwerp, dat je eigenlijk heel snel gaat opgeven? Weet je nog onze valies? Pak dat je een nieuwe uitdaging hebt, je begint eraan, de uitdaging lukt niet. Als je werkt vanuit het perspectief van de valies, dat wil zeggen dat je de valies opengetrokken hebt, dat je gezocht hebt en dat dat blijkbaar iets is dat je niet kon. Goed, de valies kan niets bij, dus dat wil dus zeggen dat je eigenlijk vrij rap gaat denken van oké, ja dat kan ik niet, dat kan ik niet. Wat gaat een growth mindset op dat moment eigenlijk doen? Die gaan, ja, zijn hersenen gaan heel hard in gang beginnen schieten, want ja, die gaan beginnen zoeken van, oei, ik kan dat nog niet. Maar hoe komt dat? Dat wil eigenlijk zeggen dat je nog niet de juiste strategie gevonden hebt of dat je kennis mist. Dus dan ga je op zoek gaan naar een bepaalde strategie om die uitdaging wel aan te kunnen. En daar komt het punt doorzettingen. Leren, ja, dat is altijd een beetje op de tanden bijten en doorzetten op het moment dat je ergens een tegenslag hebt. Dus, heel vast, ik geef meteen op als het moeilijk wordt. Super groei. Ik hou vol, ook al blijft het lang lastig. Dus dat is echt doorzetten. Muhammad Ali, I hate it every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Dus dat is doorzetten tot bloedens toe. Het zijn de twee uitersten, zoals ik al in de vorige filmpjes ook gezegd heb. Je hebt er gradatie tussen, je moet niet per se supergroei mindset zijn en alles, het moet niet tot bloedens toe zijn. Probeer al bij iets, bij een uitdaging, hè. Pak de uitdaging van gisteren, van het vorige filmpje. Heb je opgegeven? Geen probleem, probeer het opnieuw en probeer een beetje door te zetten. Dus dat wil zeggen, als het de eerste keer mislukt al op te geven, zoals daar staat, stop wanneer het na een paar keren nog niet lukt. Dus probeer al één of twee of drie keer. Als je dat genoeg keer gaat mee experimenteren, ga je zien dat het toch geleidelijk aan beter wordt. Dat je niet gewoon even slecht blijft presteren. En ga zo altijd verder, stapjes verder, waardoor je dat langer gaat uithouden. En waardoor dat je dus meer gaat kunnen leren. Dus ik geef niet op zolang ik grote stappen maak. Dus dat wil zeggen, ja, ik zet wat door en dan zie ik, oh, ik heb een stap, ik zet nog wat door. En dus zo bouw je op. Dus ik zou zeggen,
begin zo'n beetje te mixen. We zitten ondertussen al aan het derde filmpje. Kijk even, de uitdaging die je voor de eerste twee filmpjes had gepakt, is dat iets waar je wilt op doorbouwen? Is dat iets dat je echt wil bereiken? Dan is het een perfecte voor vandaag bij doorzetten ook nog eens mee te pakken. En misschien zelf een streepje trekken van, oh ja, het is één keer mislukt, twee keer mislukt. Schrijf een klein dagboekje, schrijf het op wat uw ervaring was. Deel de ervaring onderaan dit filmpje, zodat de andere mensen ook weten van, oeh, die heeft daar iets gepakt, hè? Dat was gelijk wel moeilijk. Oeh, dat was wel een beetje een tegenslag. Fallback, toch een druppeltje bloed en hup, die heeft doorgezet. Dat kan ook jou motiveren en dat kan anderen motiveren om toch het volgende stapje te zetten. Zo, ik zou weer zeggen, succes, pak iets vast, zet een stapje, deel het. En dan zien we elkaar voor het vierde filmpje ondertussen. Succes! Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marjolein gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van GromiCoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromicoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is GromiCoach een team van, ja, ik ging zeggen vier man, maar het is één man en drie vrouwen. En we, eigenlijk is alles gebaseerd op het Growth Mindset principe. En het gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden, dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, die, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten. Gezien de coronatoestand is kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden. Rekening houden met de mindset. Denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben. Die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus, surf naar onze site. Like ons op Facebook, zodat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met GromiCoach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden. En we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toekomen, zodat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed, willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site.
We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein die ook nog moet komen. Succes en bedankt voor het kijken tot het einde.